is voor mij al best wel een tijdje geleden dat ik echt op rank level 35 niveau heb gespeeld. Heel af en toe heb ik een paar pro's waar ik dan een paar potjes mee doe op rank level 30 niveau. En vandaag doen we dat dus weer. Ik speel namelijk met Rensboy en die zit ook in de Bouse Army. Hij heeft een record van 32.000 trofeeën. Dat is natuurlijk behoorlijk hoog. Het is niet zo hoog als de meeste echt super pro-spelers of zo die enorm pushen. Maar wat Rensboy vooral doet is gewoon rank level 35 pushen. Dat is echt insane. Check hoeveel rank 30 hij ook heeft. Maar Edgar heeft hij gepusht naar rank level 35. Daarnaast heeft hij Piper rank level 35. Jackie rank level 35. Ook nog een aantal 34's. 8-bit heeft hij ook nog gehaald. Echt ziek. En ook nog zoveel rank level 30's. Met andere woorden, Rensboy is een behoorlijke pro. En met hem gaan we dus vandaag duo showdown doen. Ik ben erg benieuwd. Dus we moeten tegen de absolute wereldtop. Ik ben Bo. Want met Bo kan je natuurlijk een beetje in de bosjes lopen daar in het midden. Dus dat is wel chill. En Rensboy is Edgar. En die is natuurlijk gewoon ook sterk voor dichtbij. Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat. En hopelijk kunnen we gewoon een win pakken op de 1250 trofeeën. Rank level 35, zeg maar. Als we daar een win op halen, zou echt insane zijn als dat gaat lukken. Maar als jullie er zin in hebben, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En om dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En dikke shout-out natuurlijk naar Rensboy voor het spelen met mij. Voor zijn rank level 35. Het maakt hem ook niet uit dat hij wat omlaag zou gaan. Dus stel we verliezen, maakt hem niet zo heel veel uit. Omdat hij die rank level 35 al heeft. Dus dat scheelt, dat scheelt. Maar vergeet natuurlijk ook niet de code Bouse in te vullen. En www.bouse.nl te checken voor Bouse Army kleding. Maar laten we maar beginnen. Maar en wat trouwens ook leuk is, is om te zien. Rensboy die heeft mega veel knokkers gepusht in solo en duo showdown. Hij heeft meer dan 6000 duo showdown winst. Dat is echt niet normaal. Dan pak ik de kisten als... Oké. Ik ga dus naar het midden. Dan probeer ik daar een beetje kistjes te jatten of zo. Kijken of dat gaat lukken. Ik kan natuurlijk als boos zijn er behoorlijk veel zien. Dat is wel een voordeel. En hij gaat dus aan de zijkant kistjes pakken. We kunnen nu niet in Kaldas qua opname niet zo handig. Maar ik ben erg benieuwd. Maar ik zie jullie als het potje gaat beginnen. Want meestal duurt dit wel 5-10 minuutjes of zo. Voordat je een match hebt gevonden op dit niveau. Ja! We hebben 10 mensen gevonden. Uiteindelijk een wachttijd van ongeveer 5 minuten. Maar dat valt dus nog mee. Dan hoop ik dat het spel niet te veel gaat laggen. Want dat zou wel vrij vervelend zijn. Ik zal even een duimpje omhoog doen. Duimpje omhoog voor Rensboy. Oké, hier moet ik dus even uitkijken. Want die Colt die kan hier dus zo heen komen. Ja, het is wel balen. Oh, die Colt die was er trouwens redelijk low ook. Daar is nog een bow. Ik heb geen idee waar die ondertussen zit. Hij zit daar zo. Ik kan hier even een paar hits doen. Moet ik hier even uitkijken. Ik zal hier even mijn gadget neerzetten. Of mijn super eigenlijk. Even hier uitkijken. Oh, nee. No! Wacht je 5 minuten lang voor zo'n stom potje. Verlies je het eerste potje meteen. Oh, echt al zo snel. Maar joh, man. Nee, dat ging snel. Oké, we moeten even iets beter. We moeten iets beter. Beter dan dit moet kunnen. Ajo. Dat ging zo snel. Wat? Oh, dit was trouwens nog voor. Dit was van de minigame. Ajo. Oh, Rens die was ondertussen ook nog bezig met huiswerk inleveren. Dus hij was een beetje bezig met 2 dingen tegelijk. Dat was ook niet inderdaad heel handig. Oké, we proberen het nog een keer. Ajajajajaj. Wat was dit ernstig? Oké, hopelijk gaat het nu wat beter. Kunnen we weer 5 minuten wachten? Let's go. Yay, we zijn er bijna. We moeten nog 2 spelers vinden en dan hebben we eindelijk weer de 10. En dan zijn we weer ongeveer 5 minuten wezen wachten. Dit is wel echt bizar. Als jij push echt naar de rank level 35, heb ik sowieso echt respect voor je. Want het duurt zo lang om een match te vinden de hele tijd. Oké, maar hopelijk gaat het nu iets beter. Ik ga iets meer naar het midden rushen. Hopelijk hebben we dan in ieder geval iets qua kistjes. Dat zou mooi zijn. Volgens mij zag ik hieronder niemand, dus dat is chill. Dan heb ik hier in ieder geval eentje. In ieder geval 1 krachtpunt. Top. En dan kunnen we nu even kijken of we voor het midden kunnen gaan. Ik ben erg benieuwd. Zal ik voor deze gaan? Oh, daar is nog een Tara. Daar is een Tara. Oké, die durf ik dus niet helemaal te pakken. Daar is ook nog een Colt. Die kunnen we misschien hebben. Kunnen we die Colt nu hebben? Er zit daar... Oh, no. Oké, ik moet hier nu even veilig spelen. Ik moet hier even veilig spelen. Op het moment dat Tara een super inzet, dan ben ik hier weg. En dan zouden we eventueel zometeen ook mijn gadget in kunnen zetten. Maar we hebben in ieder geval een top 3, dus dat is al iets beter. Dus dat scheelt. Daar zit nu weer een Colt. Die weer irritant doet. Wat gaan we doen? Die Colt die heeft 5 krachtpunten. En 1 gadget en dan ben ik waarschijnlijk bijna dood.
Dus ik durf... Oké, ik ga hier weg, Ik durf er nu niet heen, Oké, dit is balen. Ik denk dat Rensboy dit niet gaat overleven. Als hij dat wel doet, vind ik hem echt een legend. Oké, hij doet dit nog vrij goed, man. Zie ik hoe hij dit tot nu toe heeft gedaan. Oh, als hij dit overleeft... Oh, yo, dit was wel echt ziek gespeeld van Red. Ja, je had natuurlijk niks voor niks aan rank level 35. We zijn nu derde geworden. We kunnen trouwens even kijken hoe goed die lui waren van het vorige potje. Want die heb ik nu niet gezien. Shit, man. Wij waren veel hoger dan de rest. Ja, je had natuurlijk ook 900. Maar dit viel uiteindelijk nog wel mee. Ik had echt verwacht dat we tegen veel betere moesten. Beetje balen. Maar we gaan door, We kunnen wel kijken of we in ieder geval nog één keer een win kunnen halen. Maar in ieder geval, het ging beter. Als we zijn vijfde geworden, nu derde. Het volgende potje worden we eerste. Let maar op. Ja, we zijn weer 5 minuten verder. En we hebben nog één iemand nodig om te winnen. En als het dan zover is, dan kunnen we een potje beginnen. Yay! De laatste, meestal de eerste twee zijn het moeilijkst. En dan hoe verder je komt, hoe langer je wacht, hoe sneller het gaat. Want dan gaat hij volgens mij je zoeknorm steeds verder uitstellen of zo. Oké, maar nu moeten we eventjes gaan winnen. Nu gaan we winnen. Net zijn we 50 geworden. Daarna eerste. Eens kijken. Daar is een Edgar. Daar moet ik vooruit kijken, want die kan zo meteen... met z'n super eventueel bovenop mij jumpen. En daar heb ik geen zin in. Wat is slim om te gaan doen? Ja, ik ben eigenlijk bang. Ik wil eigenlijk eventjes mijnen pompen daar zo. Dat we iets minder daar last van hebben. Want en Rensboy die split, dat is ook wel handig. Want mocht er een Edgar komen, dan, ja, dan leeft Rens door. Oh, dit is zo lastig op dit niveau spelen. Oké, we beginnen ook meteen niet lekker. We kunnen denk ik beter inderdaad op andere teams gaan. Ik denk dat die Colt zo meteen zijn gadget in gaat zetten. En dan zijn we meteen de lul. Dus, oké, dit is een beetje vervelend. Oké, we zijn een beetje aan het teamen met hun. Oké, prima. Dan heb ik... Maar ja, aan de andere kant, we kunnen ook zo gebackstabbed worden. Ah, joh man. Dit is zwaar frustrerend. Dit is heel zwaar frustrerend. En nu gaat die Colt hem sowieso killen, die Rensboy. Oh, dit is zo moeilijk. No. Oh, joh man. Sorry, Rensboy, voor je mintrofeeën. Oké, we zouden nog één potje doen. Dat wordt het laatste potje, want ik wil niet dat hij onder de 1200 gaat. Oh, we moeten één keertje winnen. Dat zou toch moeten lukken, zou je denken. Oké, het laatste potje doe ik nog even een potje Colt. Eens kijken of dat misschien iets beter gaat. Laten we het hopen. Zullen we dat we sneller bewegen of dat we meer range hebben? Ik denk dat range toch wel net iets chiller is. Wat zegt Rens ervan? Waren snipers vandaag focussen? Kijk maar. Oké, nou ja, we gaan gewoon lekker spelen. Eén laatste potje en dit wordt de laatste kans op een eventuele win. En we beginnen weer met 2, dus waarschijnlijk moeten we weer 5 minuten wachten. Dan is het uiteindelijk dik een opname van meer dan 1.5 uur. En waarschijnlijk heb ik nog maar net 10 minuten aan gameplay wat ik kan laten zien. En wat ik heb laten zien is nog slecht ook nog. Oei, oei, oei. Hopelijk kunnen we dan afsluiten met de win. Dat zou mooi zijn. Maar ik zie jullie weer op het moment dat we een match hebben gevonden. Of dat we bijna een match hebben gevonden. Let's go, let's go, let's go. En het laatste potje gaat beginnen. Op onze concentratie. Nu moet het een keertje goed gaan. Het moet nu een keertje goed gaan. Oei, 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 oei. Als we nu weer echt hopeloos ergens laatst worden, dan baal ik echt. Derde is het minimale wat ik wil halen. Oké, Rensboy gaat voor het midden. Ik kan eventueel een gadget erbij zetten. Waar gaat Rensboy heen? Ik zal... Oké, hij gaat daarheen. Ik zal mijn gadget erbij neerzetten. Oké, top. Dan hebben we daar in ieder geval plek. En daar zit ook nog een bow. Dan kan ik hier ook nog eentje pakken. Kijk, dit potje gaat al iets beter. Kunnen hier eventjes pushen. Kunnen hier pushen. Ja, nice. Kijk, dit lijkt erop. Oké, ik kan even mijn gadget aanzetten. En dan kunnen we die B pakken. Ah, dat ging net niet goed. En die B heeft zijn super shot helaas. Dus dat is een beetje balen. Moet even mijn super aanzetten. En even uitkijken. En zijn teammate is nu levend. Dus dat is ook balen. Ah, dit is balen. Dan gaan we nog dood ook nog. Nee. Rensboy mag nu dood. Nee. Zet veel daar van het spel. Oh, wat is dit frustrerend, zeg. Heb ik mijn Colt ook weer onder de 800? Oei. Nou, oké. Voorlopig niet meer spelen op rank level 35. Maar wel een dikke shout-out naar Rensboy dat hij dat heeft gehad. Maar, oh, wat was dit frustrerend.
Ai. Maar dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Want zijn grensboy die kiest nog een andere knok. Ik heb geen idee wat hij gaat doen. Maar dat was het in ieder geval voor deze video. En dan heb ik tenslotte nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!